Lieve luisteraars, ik ga ervan uit dat u al gegeten heeft of u bent bezig te koken. U heeft een mooie dag gehad, u heeft hard gewerkt vandaag en u bent nu gekluisterd aan de radio om geïnformeerd te worden. Op een ongewone maandagavond, want deze dame is niet gemakkelijk om in de studio te krijgen op de maandagavond, maar ze heeft een uitzondering gemaakt. Omdat ze vindt dat het ook van belang is om u te vertellen wat er gaat gebeuren op Grootoudersdag hier in Egeldonk nummer 50. Waar voornamelijk de oma's en de opa's in het zonnetje worden gezet. Ja. Riek, goedenavond. Goedenavond, Norman. Hoe is het met jou? Nou, bij mij gaat het uitstekend. Op en neer, chaise, racen op de snelwegen. Ja, ja. Uiteindelijk heb je je plek gevonden. Je hebt makkelijk kunnen parkeren voor de deur. Nou, dat viel mee. Oh. Normaal moet ik rondjes rijden, maar dat viel reuze mee vandaag. Ja. Ja. Riek, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wat ik onvoorstelbaar vind, maar je weet maar nooit dat er nieuwe luisteraars zitten te kijken, luisteren. En denken van, wie is die Zeedorf, wie is die Riek? Die naam heb ik wel eens gehoord, maar ja, ze is vaak bezig. Ik ken jou als iemand die vaak bezig is met jongeren, maar ook ouderen. Dus jij voelt je nu als een vis in het water wanneer je hoort van ouderen worden verwend door hun kinderen of kleinkinderen. Wie is Riek en wat doet ze in het dagelijks leven? Goh, jeetje. De moeilijke vraag. Nee, ik hou me de laatste tijd, of tenminste de afgelopen jaren, veel bezig met kinderen. Mm-hmm. Kinderen die achterstand hebben in het onderwijs, die het een beetje moeilijk hebben, maar ook kinderen met een beperking. Mm. Ja, die sta ik al een tijdje bij. Persoonlijke begeleiding? Privé, ja. Ik kom aan huis en ik begeleid de kinderen. En kijk waar de knelpunten liggen. Heb de contacten met de school, met de ouders. En dan kijk je waar je kinderen kunt helpen. Zodat ze toch wel een beetje uitzicht hebben. Mm-hmm. In de achterstanden die er zijn op bepaalde plaatsen. Ja. Dus als de leraar zegt van jongetje of dat meisje is een beetje zwak in rekenen, taal, dan spring je in. Ja, maar alle vakken hoor. Alle vakken. Alle vakken. Rekenen, wiskunde. Alles. Alles? Ja. Oh. En alle groepen. Hmm. Dus van de basisschool. Leuk om te horen. Maar dan heb je het bijzonder druk, ja. Om, dat, ja. Ik moet mijn tijd echt heel goed indelen. Ja. Het is soms een beetje jammer ook omdat de scholen laat aflopen. Mm-hmm. En dan kan je dan pas beginnen. Dus ik kan gewoon niet alle kinderen helpen. Mm-hmm. Weet je wel, ik heb vroeger de buurthuizen gedaan. Er waren er grote aantallen kinderen. Dan kan je ze gezamenlijk doen. Maar wil je ze persoonlijk helpen, dan is één op één best wel, levert meer resultaat op. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Maar toch, het is een job waarvoor je, ik wil bijna zeggen, het is een roeping. Je vindt het leuk om met kinderen bezig te zijn, altijd. Nou ja, je hebt kinderprogramma's ik hoor gemaakt. De roeping, het woord roeping hoor ik vaak, want er is heel veel geduld voor nodig. Ja, ik zou dat niet kunnen doen hoor, Norman niet. Hey, Norman zo tikken op hun vingers. Nee, opletten, nee. Opletten. Nee, dat heb ik. Ja goed, je moet wel een beetje streng zijn, maar... Ja. Geduldig. Geduld is een schone zaak, ja. Mooi. Maar het draagt wel goede vrucht. Zeker. Ja. Kinderen die vergeten het niet, hè. Later zullen ze je ontzettend dankbaar zijn. Dat hoop wanneer, je. Ja, toch? Wanneer ze het eenmaal gemaakt hebben, ze staan op hun eigen benen, man of vrouw geworden in de maatschappij, dan kijken ze meestal terug van, jong, als ik die juf niet had, jong, waar zou ik zijn nu? Je moet heel veel praten, heel veel motiveren, mm-hmm. gedragsproblemen aanpakken. Er komt heel veel bij kijken. Goed, en opeens word je gebeld door Norman die zegt van, hey, dit is typisch iets voor Riek, jong. Ze houdt van organiseren, dingen bij elkaar brengen, zorgen dat het goed afloopt, puntjes op de i, grootoudersdag, wie moet het doen? Nou, ik heb hier en daar wat collega's gevraagd. Dan zie je van, oké, ik wil het, maar ik ben nooit eerder gedaan. En ik zeg, nee hoor, dit pak ik op. Ik wil wel, ze kunnen me wel assisteren, maar ik trek het wel.
En dat is zover, vandaar dat je nu zit achter de microfoon. Ja, met name de senioren, met name die doelgroep. Ook omdat die doelgroep de afgelopen tijd best wel vereenzaamd is. En de kinderen, zowel kleinkinderen, die konden vanwege de coronatijd ook de grootouders niet bezoeken. Hmm. De anderhalve meter afstand, alles wat de afgelopen tijd zich heeft afgespeeld. Kan je eigenlijk niet omschrijven hoe oma's en opa's zich gevoeld hebben. Omdat dat was niet te beschrijven. Het was een proces dat gaande was, waar je eigenlijk, het was nieuw. Het overviel een menigeen. En als kleinkinderen dan niet naar oma mogen, of via een schot of zo'n venster, een glas, een kusje konden geven, dan was je al tevreden. Mm-hmm. Maar als oma op de IC ligt, dan praat je over andere dingen. En we hebben er een aantal van gehad, ja, die het overleefd hebben, die eruit zijn, maar die toch wel aandacht vragen. En niet altijd is daar aandacht en tijd voor. Want ja, het is allemaal te druk voor ouders, ja, om dat allemaal te behappen. En organisaties bemoeien zich ermee, maar die hebben ook hun handen vol. Dus ik ben blij met deze dag. Veel zullen zeggen, ja, maar we doen het al. Nou, dit is extra. Mm-hmm. Dit is extra en ik hoop dat u het begrijpt dat wij voor die doelgroep iets willen doen dat handenwerk is. Ja. Weet je, met de handen gemaakt. Het is makkelijk om een bloemstuk te bestellen. En maakt niet uit voor verschillende mensen. Maakt niet uit wat het kost. Maar met deze activiteit gaan kinderen het zelf maken. Ze worden begeleid door een Flora's designer. En dan gaan ze het bloemstuk zelf maken. Het enige wat u hoeft te doen, mama of papa, het kind opgeven. En dan moet u het eigenlijk gaan regelen dat oma of opa het kan ophalen. Ja. En daar zorgen we wel voor, want daar gaan we een heel mooi programma maken. Zodat ze zich niet op die dag niet alleen eenzaam voelen, maar weer voelen dat ze er zijn en dat ze er bij horen. En dat we blij zijn dat ze er nog zijn. Ja. De organisatie Fellini, die bestaat al 15 jaar. In Italië is het al een begrip. Klopt. En ze zeggen van, nou, volgens mij is Nederland ook rijp voor. Maar ze hebben gekozen voor Maarten in dit geval, vanwege het feit dat ze weten dat Surinaamse oma's en opa's, mm-hmm, al zijn ze er niet meer, toch worden ze op een of andere manier nog verwend of herdacht. Ja. Dus vandaar dat ze zeggen van, laten we het bij Mart proberen. Ja. Wat vind je ervan? Is het niet een schouderklopje voor Mart? Ik vind het een hele eer. Ja. Ik vind het een hele eer dat ze jullie benaderen. Dat geeft ook aan dat ze geloven in het bereik dat jullie hebben. En dat jullie in staat zijn om het tot een goed resultaat te brengen. Dat, okay, dat denk ik wel, ja. Prima. Ouders mogen ook meedoen. Natuurlijk. Ja, dus niet alleen de kinderen, maar het zou mooi zijn als mama of papa zo'n kind, of is het lastig voor die bloemist, hoe noem je zo iemand? Een flora designer. Flora designer. Mm-hmm. Is het niet lastig wanneer opa, mama en... Nee, het is misschien wel leuk, want het wordt opgenomen, er wordt een aandacht aan besteed. Ja. Het is voor Mart is het de eerste keer, mm-hmm, dat ze gaan samenwerken met Fellini. En Clarence Seedorf is daar de ambassadeur van. Straks gaan we iets meer erover weten, want we gaan degene die hiermee te maken hebben, die gaan we zo direct horen. We gaan ook de designer aan het woord krijgen. Oh. Ja, dus mensen, we zijn echt bezig om het een heel mooie en een onvergetelijke dag te maken voor deze oma's en opa's. Mooi. Hoeveel mensen mogen zich aanmelden?
aanmelden, ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, want het is hier niet zo groot. Maar lieve mensen, echt waar, het kunnen maar 50 mensen deelnemen. Maar, ja. Ik vind het behoorlijk hoor. 50. Ja. Maar het worden er 2 workshops. We verdelen het in 2 keer 25. We gaan hier zodanig inrichten dat we toch de afstanden bewaken. En wanneer de 2 workshops gedaan zijn, dan gaan we, dan wordt de zaal, een aparte zaal, wordt ingezet voor de oma's en de opa's die onder begeleiding hier naartoe komen. Maar wij zorgen ook dat er mensen zijn die ze zullen opvangen. Weet je wel? En het is best wel een stukje naar binnen lopen. Maar ze hoeven daar niet bang voor te zijn. We hebben mensen die hun gaan begeleiden hier naartoe. Maar ook tijdens het programma. Dat we niet te lang laten duren. Omdat misschien anderen misschien slechter been zijn of niet lang kunnen zitten. Dus we houden het programma op 2 uurtjes. Mooi. Nou, is lang genoeg. Ja. De telefoon rinkelt en ik vermoed dat dit een telefoontje is uit Italië. Zou dat kunnen? Is dat waar? Dat klopt. Dag Norman, hi. Dag Charles. Hi. Charles Lansdorp aan de telefoon. Charles, welkom in de uitzending. Dank je. Mooi. Dank je. Riek, we hebben hem. Organisatie. Ja, geweldig. Je gaat ons alles vertellen over de Fellini Foundation. Oké, ja. Hoeveel tijd heb je, Riek? Dat is een heel verhaal. 10 minuten. Heel verhaal. Maar ik zal bij het begin beginnen. Het is eigenlijk allemaal begonnen in 2006. Je moet zo voorstellen, ik ben in Italië, ik woon in Italië al vanaf 2000. Maar ik ben in 1997 met een project begonnen. Ik woonde toen nog in Nederland, tussen Nederland en Italië. En dat was een project om eigenlijk kinderen dichter bij de natuur te brengen. Want ook in Italië zag je dat kinderen eigenlijk steeds minder wisten van waar komt de melk vandaan, van bloemen en planten. En eigenlijk had het project kwam naar voren dat opa's en oma's heel veel kennis hebben. En dat die kennis graag, dat ze die ook graag overbrengen naar de nieuwe generatie. Dus toen kwam eigenlijk het idee van, goh, waarom geen speciale feestdag om de generaties bij elkaar te brengen. Nou, dat is in daar zijn we mee begonnen en in 2005 is dat in Italië echt een nationale dag geworden. Dus door het Italiaanse parlement is die dag ook bij wet ingesteld. En toen heb ik in 2006 Clara Seedorf ontmoet in Milaan. Dat was eigenlijk ook heel toevallig, want er was een meeting vanuit het consulaat en hij vertelde wat over zijn stichting. En dat raakte me. Ik was echt daar behoorlijk. Ik had zoiets van, nou, zijn vraag was aan de Nederlanders in Italië om wat te doen voor zijn stichting. En toen heb ik kwam thuis bij mijn vrouw. Mijn vrouw komt uit de show musical wereld. En ik zei, goh, kunnen wij niet wat doen? En we hadden op dat moment een musical gepland. Eigenlijk allemaal stukjes uit Cats, Aristocats. Want we hadden hier een school voor kinderen. En we hebben toen gezegd, nou weet je wat we doen? We maken een kalender van die beelden en en de opbrengsten gaan we naar zijn stichting. Dus dat hebben we toen gedaan in 2006. En toen werd ik gebeld door het management van Clarence of wij naar Milanello konden komen. Dat is waar hij toen trainde, van AC Milan, het trainingskamp. En dat is toen, dat was omdat de Nederlandse televisie was daar, één vandaag. Dat was, ik kwam maken op de televisie en Clarence zou naar het Nederlands elftal gaan. En hij wilde ook graag wat vertellen over zijn stichting. En wij waren op dat moment eigenlijk het eerste project. Dus we kwamen daar met de kinderen, met de foto's. En dat is op de Nederlandse televisie gekomen. En toen dacht ik, ja god, waarom gaan we eigenlijk zelf ook niet meer door? Ik ben eigenlijk in Italië al de persoon voor die dag. En wij brengen generaties bij elkaar. Ja, waarom brengen we deze dag ook niet naar andere landen? Hè? Want Italië heeft opa's en oma's, maar die zijn natuurlijk over heel Europa. Dus toen kwam het idee van, we zetten een eigen stichting op. Vandaar ook de naam Fellini Foundation. Want Fellini betekent katachtige, dus daar komt die naam vandaan. En vanaf 2006 zijn we inderdaad begonnen om ook in andere landen met Grandparents Day te starten. Dus dat is eigenlijk een beetje, waar komt het vandaan? Hè? Wat de Fellini Foundation, wie is dat? Dus een stichting die generaties bij elkaar brengt. En dat doen we met kunst, met muziek.
Ik werk ook samen met de Italiaanse componist. Die heeft ook een nummer gemaakt voor die dag. En ik kom zelf uit de siertiltsector, dus die support dat ook, het initiatief. Want ja, bloemen en planten is natuurlijk toch iets moois om een opa en oma te geven. Dus ja, we zijn eigenlijk in Nederland, ben ik al vanaf 2014 gestart, 2015. Maar ja, heel langzaam, het is toch best een verhaal. Je moet ook de gelegenheid krijgen om het verhaal te vertellen, want dat is vaak het punt. De media die heeft ook, je moet ook media-aandacht krijgen. En dat, je ziet nu wat er nu door corona is gebeurd in Nederland. Niet alleen in Nederland, maar dat de beelden van opa's en oma's die hun kleinkinderen niet kunnen zien, die niet kunnen omhelzen, ja, dat heeft natuurlijk zo'n impact gemaakt. En daar speelt ook nog een keer bij dat, weet je, eenzaamheid is natuurlijk een thema wat enorm geworden is ook in Nederland. Want de dag valt in Nederland ook in de week tegen eenzaamheid. Ja. En wat wij eigenlijk zeggen, en dat moet ik zeggen, zelf kom je gaandeweg, kom je steeds achter dingen. Dat je, goh, wat een mooi project eigenlijk. Want ik was op een gegeven moment in Nederland bij, dat was een paar jaar geleden, bij degene die coalitie heeft opgezet tegen eenzaamheid. Dus ik, Arie Ouwekerk. En die zei toen ook tegen mij, zei, goh, Sharon, weet je, wat jij doet is eigenlijk preventief tegen eenzaamheid. Want het is natuurlijk zo dat je kan nooit een familielid vervangen door iemand die langskomt om een ouderen te verzorgen. Weet je, met alle respect natuurlijk wat al die zorgmedewerkers doen. Maar het is toch anders als er iemand langskomt wat je familie is. Yeah. En dat is ook, dat heeft me ook wel geraakt. Ja, dat is ook zo. Dus je moet eigenlijk, weet je, ervoor zorgen dat de contacten in de relaties tussen de generaties, dat die goed zijn. En dus dat was eigenlijk nog voor mij nog een extra driver om te zeggen, ja, weet je, we moeten gewoon met het project doorgaan. En dit jaar, moet ik eerlijk zeggen, heb ik ook wat in Nederland wat meer support gekregen. En je ziet ook dat door dit hele verhaal mensen ook zeggen, ja, dit is mooi, dit moeten we ondersteunen. Ik heb begrepen dat jij Dini hebt benaderd. Of? Ja, Dini, Dini is een Nederlandse bloemist, die ken ik ook al heel lang. Want er zijn heel veel dingen gebeurd, het is eigenlijk een heel verhaal. Want op een gegeven moment hebben we het ook gepresenteerd op de Wereld Expo in Milaan in 2015. Ja. En toen heb ik ook aan haar gevraagd, goh, zou jij een workshop kunnen doen? Weet je, want wat is er mooier om kinderen wat te laten maken met bloemen voor een opa en oma? Nou, ik zou je zeggen, we hebben er onder de knop. Oké. Okay, nou. Dini? Ja. Ben je daar? Jazeker. Nou. Ja, welkom, hallo. Ja, hallo, vertel. Ja, vertel. Ja, het is gewoon wat Charles ook eigenlijk allemaal zegt, van dat je, voor de dag van de eenzaamheid en juist voor de opa's en oma's, dan het is ontzettend leuk om juist die mensen blij te maken met bloemen. Ja. En dat doet het, ik ken eigenlijk alleen maar mensen die blij worden van bloemen. Dus het is een stukje troost, het geeft kleur, het leeft, want het verwelkt natuurlijk, het gaat open of het verwelkt. Dus en wat dat betreft is dat natuurlijk iets wat wij heel goed aan de mensen kunnen, met de mensen kunnen delen, zeg maar. Dus dat is superleuk. Je gaat twee workshops doen? Ja, klopt. Ik ga zelf, even in het kort. Ik ben natuurlijk, ik heb verschillende prijzen gewonnen in Nederland. En ik heb samen met mijn partner twee zaken in het noorden van Nederland. Altijd welkom natuurlijk. Ja. En ik ga deze dag speciaal, zeg maar, bij jullie twee workshops geven. Hè, om mensen kennis te laten geven met bloemen, maar ook wat het met je doet. En het leuke is, denk ik, helemaal als je dan de blije gezichten ziet. Hè, als het overhandig aan iemand die het verdient of die het nodig heeft, een ondersteuning met bloemen. Ja, dan moet ik even terug naar Charles. Zijn hier kosten aan verbonden? In principe is het zo dat de kinderen kunnen zich opgeven. Mm-hmm. En kijk, wat we natuurlijk hopen is natuurlijk dat kinderen ook vertellen waarom ze graag een opa en oma een bloemetje willen geven. Want ongetwijfeld is natuurlijk ook de afgelopen twee jaar heel veel gebeurd. Yeah. En wat is natuurlijk mooier om je opa en oma dan een bloemetje te geven, te vertellen waarom ze die verdienen. Mm-hmm. Dus wat we vragen aan die kinderen is, ze mogen meedoen, maar dan wel vertellen waarom je graag je opa en oma een bloemetje wil geven. Ik heb begrepen dat de bloemen, Dini, dat alles verzorgd en geregeld wordt. Klopt dat? Ja, klopt hoor. Ja. Er is twee keer plek, zeg maar, van 25. Ja. Dus ze hoeven niets mee te nemen? Nee. Ze hoeven niks. Alleen maar een enthousiaste kinderen. En net wat Jaal zegt, hè, waarom
hè, opa of oma, of degene die op hen past, of die altijd voor hen klaarstaat, waarom zij juist dat bloemetje verdienen. Mm-hmm. Nou, dan heb ik een vraag tussendoor, hoor, want ik weet dat bloemen ontzettend kostbaar zijn. En soms zie ik van die mooie boeketten op de televisie waarvan ik denk van, hoe kunnen ze dat zo maken? Dini, hoe word jij Nederlands kampioen bloemschikken? Hoe word je dat? ik zeg altijd, creativiteit, dat heb je in je zitten. En technieken die we daarvoor gebruiken, die leer je natuurlijk. En juist, het is een uitdaging om iets moois te creëren met bloemen. Wat eigenlijk opvalt, wat een eyecatcher is en wat bijzonder maakt. Want eigenlijk maak je die kunst met je handen. Maar het mooie van bloemen is ook weer iets speciaals natuurlijk. Het is levend, maar het verwelkt ook weer. Dus er zitten natuurlijk heel veel factoren, kom je tegen waar je rekening mee moet houden met zo'n wedstrijd. Maar ja, het is natuurlijk super gaaf dat je zo... dat je wordt gezien, dat jij aan de top zit. Klopt. Mooi hoor. Mooi. Goed zo. Dus ja. We hebben een topper in huis, de derde hier in de studio's van Maart. Prachtig. Ja. Ja. Er zal van alles aanwezig zijn. Ik heb begrepen, Charles, dat er een muziek op de markt gebracht wordt in diezelfde periode. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben, wat ik al zei, weet je, we werken samen met de Italiaanse componist, Walter Bassani. En die heeft een nummer gemaakt voor de opa en oma's. En dat hebben we in 2006 al mee naar Nederland genomen. We hebben nu een release van dat nummer. Ja. Dus dat gaan we ook presenteren. We kunnen een stukje van beluisteren, toch? Vind je dat goed? Ja, je hebt het, of niet? Ja. We gaan luisteren. Luister maar mee. Ja, ja. Ik denk dat je voor ons moet vertalen wat het betekent. Ze zingt eigenlijk bedankt voor wat je doet, voor wat jullie doen. Bedankt dat je nooit boos wordt. Bedankt dat je altijd lacht. Bedankt dat je me altijd helpt. Dus het is eigenlijk een dank aan de opa's en oma's wat ze voor ze betekenen. Ja. En dan dat ze graag in hun hart hebben ze 1000 bloemen en een gedicht die ze graag aan opa en oma willen geven. Fantastisch. Dus dat is het nummer. Mm-hmm. En we hebben overigens misschien nog wel leuk om te vertellen ook, want het gaat natuurlijk over bloemen, maar ik denk dat de opa's en oma's zullen ongetwijfeld verschillende in Suriname gewoond hebben. En ze zullen denk ik verrast zijn voor de bloem die we meenemen. Ik denk dat ze die waarschijnlijk ook nog kennen vanuit Suriname, want het is een bloem die... Ga je het verklappen? Ook uit de tropen. Nou, bloemen uit Suriname? Ja. Faya Lobby? Norman, jij kent hem. Je hebt al een plant staan. Oh ja, dat is waar. Ik heb eentje hier. Zou niet alles verklappen, nee, hoor. Verklappen, nee. Ik mag het wel zeggen, het is een anthurium. Dat is een hele, van origine, een bloem die uit de tropen komt. En wij krijgen die bloemen ook van een kweker. Dat is Antura. En dat is wel bijzonder, want dat bedrijf levert die planten over de hele wereld aan kwekers die anthuriums telen. En dat zijn het is een hele sierlijke bloem die je kunt gebruiken ook voor bruiloften, voor events. En, ik ben er echt blij mee, want ik denk ook dat de opa's en oma's dat vast wel verhalen kunnen vertellen ook over de bloemen in Suriname. Want dat zijn natuurlijk andere bloemen dan we in Nederland kennen. Okay. Daar kunnen ze vast ook iets moois over vertellen. Nou, we zijn nieuwsgierig geworden hoor. Dini, 25 kinderen. Hoe doe je dat? Hoe ik dat doe is door eigenlijk mijn enthousiasme. En ik laat ze zien wat voor mooi vak ik heb. Wat voor blijdschap het met zich meebrengt. En de manier wat Charles ook zegt, juist met die anthuriums. Het heeft speciale kleuren, de vorm is leuk. Dus, en dat ze daar natuurlijk mee aan het werk gaan, mee aan de slag gaan. En ik denk kinderen die graag knutselen, dat die vinden dat helemaal geweldig. Dat weet ik nu al. En ik vind kinderen altijd zelf nieuwsgierig, enthousiast. Dus dat wordt volgens mij één groot feestje.
Nou, er kunnen ook kinderen ertussen zijn die zeggen van ik wil bloemist worden. Nou, wie weet. Ze mogen altijd bij me komen werken. Leuk hoor. Ja. Heel mooi. Ja. Fantastisch. Ik denk dat we... Ja, we hebben er allemaal heel veel zin in. Ik denk dat we er echt een onvergetelijke dag van kunnen maken. Vooral voor deze doelgroep die in een vergeten hoek zijn. Sommige mensen zijn eenzaam, ze zijn leeg. Sommigen hebben zelfs geen bezoek, weet je wel. En misschien moeten we echt gaan kijken naar mensen waar het opvalt. Mensen gaan kijken wie in mijn omgeving zie ik die aandacht verdient op die dag. Laten we naar die mensen op zoek gaan en kijken welke kinderen we kunnen enthousiasmeren om voor deze mensen speciaal op die dag een bloemetje kunnen maken. Ja, zodat ze echt wel, want er wordt nog veel meer gedaan rond die dag, want het programma ziet er fantastisch uit. Oké. Okay. Ja, leuk. Dini, mogen de nieuwsgierige luisteraars van Mart, je moet het niet hardop zeggen, hè? Stiekem gaan kijken waar je naar je website of ergens waar ze iets kunnen zien wat je hebt gedaan. Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze terecht? Als ze kijken op www.heas.nl, dat is de naam van mijn zaak. Daar zien ze allemaal mooi bloemwerk wat wij gemaakt hebben, wat wij doen. En ze kunnen natuurlijk ook mijn Facebook, Instagram-account. Daar staat ook allemaal mooi werk op. En dat is dan Dini Holtrop. Oké. Okay. En die website nog eens een keer heel langzaam? Ja, dat is www.heas, dat is H-E, en dan een mintekentje as.nl. Oké. Okay. Nou, de luisteraars die gaan straks kijken. Misschien nu al, maar we zijn benieuwd. Het wordt een mooie dag. Ik verheug me erop. En ik heb niets meer te vragen hoor. Riek, ik laat het aan jou over nu. Nou, misschien wil Charles nog wat zeggen voordat we eindigen. Ja. Nou, weet je, ja, misschien toch wel leuk. We bestaan dit jaar natuurlijk 15 jaar als stichting. En het is voor ons wat dat betreft ook, moet ik zeggen, ook fantastisch om dat met jullie te vieren ook. Want we doen dat, we komen dat ook echt... bij jullie vieren. En nogmaals, we zijn natuurlijk ook als stichting trots dat Clarence Seedorf onze ambassadeur is. En ik ben eigenlijk, die moet ik ook even noemen, door Marcia Seedorf ben ik bij jullie in contact gekomen. Okay. Dus ik vind het ook mooi om deze dag naar de Surinaamse gemeenschap te brengen. Want weet je, het is natuurlijk in eerste instantie, ik denk iedereen, de Surinaamse gemeenschap zijn hele sterke familiebanden. Die zijn er ook, maar ik begreep van Norman dat eenzaamheid toch ook in die gemeenschap aanwezig is. Dus, daar ben ik op zich ook trots op om dat te mogen doen, zeg maar. Ja, klopt. Maar ik denk dat er, als er andere doelgroepen zijn die graag aanwezig zijn, dat die ook welkom zijn, hè? Ja, dat is waar. Ja, toch? Ja, het is niet alleen de Surinaamse gemeenschap. Nee, ik zeg dat omdat ik natuurlijk, weet je, ik weet dat jullie natuurlijk een Surinaamse radio voor de Surinaamse gemeenschap de radio hebben, dus... Mm-hmm. En voor mij persoonlijk, nogmaals, weet je, het feit dat altijd met Clarence Seedorf je mee begonnen bent, dat is toch wel bijzonder. Ja. Ik durf bijna niet te vragen. Zal hij aanwezig zijn? Ik ook niet, ik durf ook niet te vragen. Ik zeg niets. We hopen van wel. We kunnen het proberen, maar hij is heel erg druk. Maar ik heb al gezegd, misschien zou het leuk zijn sowieso om te bellen, Norm. Ja. Dat kan altijd. Okay. Dus dat, ja. Er is overal aan gedacht. Ik denk dat de pers ook aanwezig zal zijn. Dus dat moet lukken. Mm. Leuk. Ja. En ik hoop een beetje Surinaamse muziek ook natuurlijk. Kijk. Ja, dat, zeker. Daar zeker. Zullen we voor zorgen, ja. Dini. Ik hoor, je wilde wat zeggen. Ja, nou, ik zou zeggen, superleuk. Ik sluit me helemaal aan wat Charles al zegt van... We gaan er gewoon een superleuke dag van maken. En we gaan mensen, hopelijk mensen in het zonnetje zetten. Geweldig. Dat allemaal op zondag 3 oktober. Goed. Dat is mooi. Dankjewel hoor, beide. Charles in Italië en Dini is hier in... In welke stad ben je? Hier in Amsterdam of waar? Ik ben op dit moment inderdaad... rijd ik door Amsterdam. Ik zit in de auto. Oké, goed hoor. Goedjes. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Dank je. Goedenavond. Hetzelfde. Doei. Dag. Doei. Doei. Ciao.
Nou, Riek, het wordt me wat. Doof. Ze hebben ons in ieder geval aan het werk gezet. Mm-hmm. Maar goed, lieve mensen, jullie kunnen aanmelden via de WhatsApp, hè, inspreken. Dan worden jullie teruggebeld en dan gaan we het programma met jullie doornemen. We gaan ook alles precies uitleggen van bij welke workshop je bent ingedeeld. Maar wacht niet tot het laatste moment, want de eerste 50 mensen, die gaan we inschrijven. Oh ja, dat moet je erbij zeggen. 50 mensen en niet meer. Nee, niet meer. En er is nog ruimte, niet veel, ja, maar het kan nog. Ja. Dus luisteraars, u heeft het gehoord. Heb je het nummer waar ze zich kunnen aanmelden bij je? Nee? Dan moet ik het gaan noemen. Heb ik het bij de hand? Ja. Het nummer waar u zich kan aanmelden, dat is onze speciale voicemaillijn. Hè? Dat is een lijn die dag en nacht beschikbaar is. Je kunt gewoon 's nachts een verhaal vertellen van ja, ik heb het te laat gehoord, maar ik wil toch nog meedoen. Ik heb het vandaag pas gehoord. En ik meld me aan via 06... 13-20-86-01. Je kunt inspreken, maar u kunt ook een tekst sturen. Dus het kan. Ja? Ja? Dan wordt u teruggebeld. Dan wordt u teruggebeld, ja. 06-13-20-86-01. Ja. U wordt misschien niet dezelfde avond gebeld, maar binnen 2 dagen hoort u wel wat van ons. En er zijn een paar mensen die zich al hebben aangemeld. Riek is druk bezig met ze. Dus u meldt zich ook aan zo snel mogelijk. En doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor oma en opa lief. En als u zegt, ik wil er graag bij zijn om te helpen, schroom niet, bel ook. Zo. We kunnen dat allemaal gebruiken. Maar Riek, zeg het eerlijk. Ik ken jou. Je houdt ook van verrassingen, maar één ding is van belang. Surinamers houden ervan om bij elkaar te komen. Inderdaad, mooie bloemen, prima. Maar op een gegeven moment zeggen ze ook, is er wat te eten? Ja. Jongen, is er wat? Dat zal er zeker niet ontbreken, oh, man. Oh, nou, ik ken je ook. Want, anders is Norman al uitgeschakeld. Dan moet hij ergens gaan zoeken naar iets. Nee, maar het zal aanwezig zijn. Moet je luisteren, we proberen echt van alles te doen op die dag om de mensen terug te brengen naar een plek waar ze vroeger het heel leuk gehad hebben. Hmm. En er zijn natuurlijk herinneringen. Die gaan we allemaal doen. En we gaan ze allemaal echt meenemen om ze een fantastische dag te bezorgen. Het woord way back. Mooi. Back into town. Nou, meer kunnen we niet doen. Dit is een unicum voor Mart, maar ook voor de luisteraars. Voor u thuis, die nu zit te luisteren, voor het eerst hier in Nederland georganiseerd, Grootoudersdag. En we weten dat oma en opa altijd van belang is binnen de familie. Dus omdat, en ze verdienen echt dat bedankje. Ja. Niet dat we het gaan bestellen of een bloemstuk kun je altijd bestellen. Maar nu gaan we het zelf maken. Ja, dat maakt het dat mooi. Dat is het verschil. We gaan het zelf maken. En wat ik eerder heb gezegd. U weet maar nooit dat uw kind, uw zoon of dochter een talent met zich meedraagt. Dat hij ook bloemist wordt. Wereldkampioen misschien. Je weet maar nooit. Beter dan Dini zelfs. Dat zou kunnen. Dus talent is thuis. Misschien had hij nooit gedacht dat uw kind zo goed was in bloemschikken. Eventjes een paar kneepjes van Dini. En ja hoor. Jonge man of jonge dame neemt het over. Nou, creativiteit is in deze tijd wel altijd handig. Ja. Weet je wel? Met je handen dingen doen. Klopt. En of het nou met bloemen zijn. Maar ook met vruchten of planten. Kan dat een belangrijke rol spelen. Ja. Mensen met een tuin. Die kunnen gaan planten. Bloemen houden van mensen, zeggen ze. Ja. Maar houden mensen echt zo van bloemen? Ik denk het wel. Abonang. Luisteraars, tot 3 oktober. Zondag is het. En we beginnen al om 10 uur, mama en ting. En Riek heeft gezegd, het gaat ongeveer 4 uren in beslag nemen. Misschien 5 zelfs. We zien het wel. Ja, voor een workshop wel. Ja. Maar het programma, zodat de kinderen de ouders kunnen ophalen, waar ze ontvangen worden, dat zal waarschijnlijk 2:30 zijn. Mooi. En dat duurt 2 uurtjes. Mooi. En er zijn een heleboel verrassingen. Ja, verrassingen die we niet allemaal kunnen vertellen. Nee.
Een van ze is, komt die of komt die niet? Komt die of komt die niet? U heeft de naam horen vallen. Het kan zijn dat hij hier is. Zijn moeder of zijn vader ook. Uno sabi, het is een spanning. Laten we komen. Hebben we nog wat muziek? We hebben geen muziek meer, we gaan afronden. Oh, je wil op zijn Italiaans, je bent helemaal in de moed. Ja, tuurlijk. Yes. Kinderstemmetjes doen het altijd goed, ja. Toch? En een woord Italiaans. Lieve mensen, we gaan afsluiten en wij hopen dat u hier wat aan gehad hebt. Mocht het zo zijn dat u nog informatie wenst of dat het nog niet duidelijk was, dan kunt u altijd met de studio bellen en dan wordt u teruggebeld. Heel graag. Dank je wel. Hoe sluit je het af in het Italiaans? Ja, je spreekt Italiaans, toch? Jij? Trouwens, je lijkt op één. Ciao. Ciao, Riek. Ja, ciao. Leuk. Dit programma wordt dinsdagochtend tussen 6 en 7 weer herhaald. Maar ook in de nachtelijke uren blijf luisteren naar Marten.